Het schrappen van 105 banen bij de NDC Media Groep is waarschijnlijk niet voldoende. Dat zegt hoofdredacteur Evert van Dijk van de uitgever van onder meer het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Ontslagen zijn nodig om een torenhoge schuld van de NDC Media Groep af te betalen. Van Dijk hoopt door efficiënter te gaan werken het verlies van kwaliteit bij de kranten te voorkomen. Van Dijk kan echter niet beloven dat de ontslagrondes van het verleden en de toekomst de ondergang van de NDC Media Groep kunnen voorkomen.